Hallo, ik ben Frank van High School Amps. Ik ga iets meer vertellen over de Fender Deluxe 57. Waarom bieden wij de Deluxe 57 aan? Dat is omdat die versterker eenvoudig te maken is. Er zitten er eigenlijk niet zoveel componenten in. Dus dat is de eerste reden. Hij is dus 10 watt, weinig componenten, licht, weegt maar een kilo of 14 denk ik. Maar dat is ook nog een andere reden voor mij. Ik ben een beetje een Neil Young fan en dat is toevallig nu de versterker ook waar Neil Young veel op speelt. Dat zijn live versterker, dat zijn een basisklank die hieruit komt. Misschien even kijken ook wat erop staat van Regal. Dat is een zeer eenvoudige versterker. Het gaat gewoon een bright channel en een normal channel. Dus bright geeft meer hoge tonen, normal is dieper van klank. Van elk kanaal kun je regelen hier, volume. En dan heb je nog een toonknop, dus waarmee je hoge tonen kunt regelen. En wat wij gedaan hebben, dat is, wij vinden eigenlijk een standaard Deluxe 57 voor sommige muziekstijlen wat te scherp. Dus als je Neil Young dingen wilt spelen of je wilt blues spelen, dus donker blues, is het eigenlijk te scherp. Dus we hebben hier een knop ingestoken, round. Door die knop aan te zetten eigenlijk, ga je hem gewoon veel donkerder doen klinken. Als je hem dan naar boven zet, naar de andere kant, ja, dan gaat hij gewoon veel brighter, veel directer klinken. Speaker die we erin gestoken hebben, we hebben er veel getest hoor. Ik ben hier zeker 10 dat we getest hebben. We zijn uitgekomen met WGS Warehouse G12 C speaker. Ondanks het feit dat er redelijk klein kasken is hier, hij had toch van verschieten hoeveel bas dat eruit komt. Dus die heeft eigenlijk wel redelijk veel fond, die versterker. Heel leuke versterker om te bouwen, heel leuk om op te spelen. Ben er zeker van als je hem thuis gaat staan en gaat er veel mee spelen, gaat er ook mee gaan repeteren en zo. Het is echt een heel plezante versterker.